Hudson. Ladies and gentlemen, last month he reached the semi-final of the Grand Slam of Darts. From Herefordshire, please welcome Special Brew, Mark Walsh. Onze tweede wedstrijd van vanavond is de partij tussen Special Brew, Mark Walsh, hier aan het ingooien, en deze Mark Hilton. Papier een spannend partijtje, want deze mannen ontlopen elkaar normaal gesproken niet zo heel veel. Hilton, 45 jaar, als 21ste geplaatst voor dit toernooi. Hij haalde tijdens de World Grand Prix de kwartfinale. Tegenover hem deze Mark Walsh, die we onlangs nog de halve finale zagen halen van de Grand Slam of Darts. Hij als 12e geplaatst op dit toernooi. En normaal gesproken zeg je dan oké, dan is Walsh dus ruim favoriet. Ja, dat zou je normaal gesproken wel zeggen. Maar Walsh, met uitzondering dan van die Grand Slam of Darts, normaal gesproken op tv-toernooien niet zo heel sterk. En Hilton, voor de camera's, over het algemeen wel heel sterk. De keren dat hij tot nu toe gespeeld heeft, heeft hij het eigenlijk altijd goed gedaan, Mark Hilton. Kortom, ik verwacht dat het een spannend partijtje kan worden. Thank you, ladies and gentlemen. The first leg is Mark to throw first. Game on! Mark Walsh is de partij in ieder geval begonnen. Het zijn nogmaals gezegd, we hebben 8 wedstrijden vanavond voor u op het programma staan. Dit is de tweede van die 8 partijen. 54. Het is de eerste ronde van de Players Championship Finals van 2011. En vandaag en morgen worden de eerste rondes gespeeld. Zaterdag spelen we de tweede ronde. 100. Zondag spelen we zowel de kwartfinale als de halve finale als de finale. Dus dat wordt een lange dag. En dan nemen we 3 dagen rust. Maandag, dinsdag en woensdag. En dan vanaf donderdag begint alweer het WK van de PDC. Het zijn drukke dagen voor de heren darters in december. En wij gaan er met alle liefde natuurlijk 60. Voor u bij zijn. Alle wedstrijden zijn sowieso via internet te volgen. Maar we zullen heel veel partijen ook live op RTL 7 gaan brengen. Te beginnen zaterdagavond en zondagavond dit toernooi. En vanaf zaterdag 17 december. Iedere dag zijn we erbij voor het WK Darts. Voor dat WK gaan we er ook een prachtige studio-uitzending bij maken. Waarin
gasten aan zullen aanschuiven aan tafel, analisten aan het werk te zien zijn. En als u daarbij wilt zijn, dan kan dat. Dan moeten we even op de website van RTL7 Darts onder het nieuws kijken. Daar vindt u dan meteen een nieuwsberichtje waar staat dat je erbij kunt zijn in de studio van RTL7. En daar vindt u alle informatie over hoe u erbij kunt zijn tijdens die uitzendingen van het WK. Dat alles dus vanaf volgende week. 60. Nu gaan we terug naar deze wedstrijd waar Wolfs als eerste op een dubbel gaat gooien. One score. Mark, you require Fulton. Tops voor Walsh. Ja, game show die pakt hij en zo wint Mark Walsh de eerste leg. Game on. Goeie score van Hilton. Dat zorgt ervoor dat hij in ieder geval weer de voorsprong heeft in deze leg. Ja, het is een vrij kort format. Best of 11 legs. Je hebt er maar 6 nodig voor de overwinning. Maar deze mannen zijn dat op zich wel gewend. Dit is hetzelfde format als ook op de vloertoernooien wordt gespeeld. En omdat dit de finale van die vloertoernooien is. Is er dus voor gekozen om dit format hier ook te spelen. In ieder geval in de eerste ronde. Naarmate het toernooi vordert, zullen we wel wat langere partijen gaan zien. 102 gaan we in ieder geval tot best of 15. Hilton, triple 18. En dubbel 12 voor 1-1. 85. Die niet. Mark, you require 148. Dus kansje voor Walsh om op 2-0 te komen. Die is goed. Nog eentje daarnaast en een dubbel 14. Nee. Mark, you require 12. Hilton een dubbel 6. Dubbel 3, altijd lastig. Dubbel 3 zit geen verdediging in, want aan de binnenkant en dan heb je helemaal niets over. Dat is precies wat Hilton gebeurt nu. Uitgelezen mogelijkheid voor Walsh om er 2-0 van te maken. Ja, en dat doet hij prima hoor, Mark Walsh. 2-0. Mark Walsh. Voor hem. Is Mark Walsh to throw first. Game on. Het
Is even de mailbox ingedoken om de eerste vragen naar boven te halen. Een Sjoerd uit Kaatsheuvel die vraagt zich in ieder geval af. Die denkt nog verder in de toekomst dan dat wij tot nu toe gedaan hebben. Hij zegt Barneveld staat op dit moment nummer 8 van de wereld. Terwijl Wolves de eerste 180 gooit. In de Premier League doen 8 spelers mee. Je zou zeggen de eerste 8. Betekent dit dat Barneveld nog meedoet aan de Premier League? Of dat hij er net buiten valt? Ja, Sjoerd, het is echt nog te vroeg om het over de Premier League te hebben. De top 4 van de wereld is daarvoor geplaatst. Na afloop van het WK pas. Dus dat duurt nog tot januari. En daarna worden er nog 4 wildcards weggegeven. Dus ja, iedereen kan daar nog voor in aanmerking komen. Dat kan van Barneveld zijn. Dat kan ja, ieder andere speler zijn in principe. Die een heel goed WK draait. Een verliezend finalist misschien of zo. 100. Het was Whitlock 2 jaar geleden 96. Die dat zo deed. Het kan allemaal. Dus is filosoferen over de Premier League nog een beetje vroeg. Walsh naar Tops. En die valt er zomaar in. Ja, en zo lijkt de moeilijke opdracht op voorhand ineens een stuk makkelijker te worden. Mocht u ook een vraagje hebben, dan kunt u die gerust aan ons stellen. www.rtl7darts.nl/kijkersvragen kunt u de vraag stellen. Of u kunt natuurlijk gezellig met ons mee twitteren. Gebruik dan de hashtag of het hekje RTL7darts. Dan kijken wij ook gezellig mee. Ja, netjes van Hilton. Dit is de leg die Hilton ook begonnen is. 60. Dus Wolves zal ze 46. Niet heel erg grote zorgen maken. Als hij deze leg moet inleveren. Hilton naar Tops. En die gooit hier in. Keurige leg van Mark Hilton. En dan maakt hij 3-1 van. Game on. Voor Hilton. Nee. Als hij de trippels raakt en meteen meerdere raakt. Maar te veel beurten tot nu toe nog heeft zonder trippel. 55. Hier is misschien wel het kansje waar Hilton op gewacht heeft. Moet hij in ieder geval richting een finish gaan. Dat zal niet gaan lukken. Nee, zo zeker niet. 38. Ja, dat is dan zonde van die 180 die hij zojuist gegooid heeft. One hundred.
Mark, you require 110. 110 voor Walsh. Begint op de 18, dan nu triple 20. Nee, allebei net eronder. Die zit er wel in, dus dubbel 12 blijft over. Hilton 128. Zou voor hem lekker zijn zo vlak voor de pauze. Triple 18. Nee, triple 20 en bullseye. Ja, die zit erin. Bullseye voor Hilton 128. Oeh, het scheelt een millimeter. Mark, you require 24. En dan Walsh voor 4-1. Dat is een goede marker hoor. Daartegenaan moet lukken. En dan zit hij er normaal gesproken in, zou je zeggen. Nu blokkeert hij de dubbel 12. Ja, hij blokkeerde inderdaad de dubbel 12. Daar heeft Walsh geen geluk. 25. Dubbel 8. Voor Hilton. Ja, die heeft hij te pakken. En zo komt Hilton terug tot 3-2. En is het weer spannend in de wedstrijd tussen Walsh en Hilton. Mark Walsh kwam 3-0 voor in de partij tegen Mark Hilton. Maar Hilton is goed aan het terugkomen. Geholpen door wat missers op de dubbel van Walsh. Is Hilton terug tot 3-2. En hij mag zelf de zesde leg gaan beginnen. Is Mark Hilton the throw first. Game on! We krijgen veel mailtjes binnen met vragen over waar John McDonald toch is. Waarom hij er niet bij is. 100. Ja, McDonald is vrij. Zo simpel is het. Het heeft verder nergens mee te maken. Bij het WK zal hij er ongetwijfeld weer bij zijn. Maar dit toernooi. Dus Craig Stevens. Die, zover ik weet, in ieder geval zijn debuut maakt. Tijdens een PDC toernooi. Walsh als eerste op een finish in de leg die Hilton is begonnen. Maar Hilton zit er wel weer vlakbij. Walsh als eerste, 121. Triple 17 en bullseye. Maar geen triple 17 voor Walsh. Maar weer zet hij hem wel goed weg. Dat doet hij toch iedere keer wel heel goed hoor, Mark Walsh. Hilton 120. Die heeft de enkel, dan moet hij nu de triple hebben. En die vindt hij dan niet. En dan kan Walsh weer naar 4-2 uitlopen, ja. Mark, you require 24. Hilton moet het scorend beter gaan doen, anders gaat Walsh weglopen. Want Walsh is eigenlijk in iedere leg eerder op een dubbel. Game on! En als hij dan zijn dubbels gewoon gooit, Walsh, dan gaat hij makkelijk weglopen. We zeggen het natuurlijk al jaren van deze Walsh, fantastische vloerspeler. 100. Altijd doet hij het daar goed, wint daar regelmatig eentje. Op tv.
lijkt het nooit te lukken bij hem. Tot de Grand Slam of Darts van vorige maand. 100. Toen hij ineens het wel had, het ineens klikte. Ja, en soms is er maar één zo'n toernooi voor nodig hoor, om die doorbraak te forceren. Dan moeten we ineens vanaf vandaag gewoon rekening gaan houden met Mark Walsh in de grote toernooien. Als hij op het podium laat zien wat hij op de vloer regelmatig laat zien, dan hoort hij bij de absolute top. Hilton, die nog wat krijt tegen het bord aangooit. 180. Wons, stoïcijns, weer gewoon naar 9 darts op 121. Dan moet je daar toch maar eens voorbij zien te komen. Dat is niet eenvoudig. 100. Hij komt op gelijke hoogte, Hilton. Wons, als hij dit uitgooit, is hij nog maar één lek verwijderd. Triple 17. Nee, die niet. Dan weer terug naar die 20. 57. Deze keer zet hij hem net wat minder weg. Hilton 121. Ook hij moet naar de triple 17. En ook hij gooit hem niet. Nee, hij kan het verschil tot nu toe niet maken, Hilton. De wedstrijd is in handen van Walsh. Triple 16 en dubbel 8. Of triple 8 en tops. Het laatste probeert hij. Triple 8 is geraakt. Tops. Ja, en hier is helemaal niets mis mee hoor. Weer een goede leg van Mark Walsh. Game on. Het ziet er niet super spectaculair uit wat Mark Walsh doet. Maar het is wel heel constant hoor, wat hij laat zien. Iedere leg gaat zo rond de 15 darts uit. Daar moet je dan maar voorbij zien te komen. Pik er nog even een makkelijk vraagje uit van Bart Timmer uit Oegstgeest. Bart die vraagt wie doen er allemaal mee aan het WK. Hoeveel Nederlanders bijvoorbeeld. Nou Bart, ik ga het je heel makkelijk maken. Je kunt het gewoon heel makkelijk navinden namelijk op onze website. Ga naar www.rtl7darts.nl, klik je op toernooien. En dan vervolgens op het Ladbrokes PDC WK van 2012. En dan vind je de complete loting, inclusief de tijden wanneer iedereen moet spelen. En voor speciaal voor jou hebben we in het oranje de Nederlanders gezet. En als je ze allemaal aftelt, dan zie je dat er niet minder dan 6 Nederlanders mee zullen doen op het WK. Tot nog een triple met de laatste pijl, Hilton. Dat zorgt ervoor dat hij 132 uitkomt. Walsh. Gaat hij hem beter wegzetten? Nou, een 1, een 5 en een 20. Ja, dat is niet wat hij wil. Hilton 132. Boel. Triple 19. Nee. Het is het allemaal net niet bij Hilton. 92. Mark, you require 140. 140 voor Walsh. Dit is voor de wedstrijd. Maar die zit er net onder. Mark, you require 40. Tops voor Hilton. Om terug te komen naar 5-3. Nog eentje over voor tops.
Nee, het is weer net niet voor Hilton. En dat betekent dat Walsh 3 darts voor de wedstrijd krijgt. En een 6-2 overwinning. Als hij dubbel 20 gooit. Als hij dubbel 10 gooit. Oh, Hilton krijgt nog een kans. Omdat Walsh er ook 3 mist. Nou heeft hij alle geluk hoor, Mark Hilton. En deze keer pakt hij de dubbel wel en zo wordt het 5-3. My flag is Mark Walsh to throw first. Game on. Goed, het is pas 1 lekje voor Hilton. Hij stond 5-2 achter, moest daar 4 op rij winnen. 100. Is dat nog lang niet? Hilton op het aankomende WK. Zullen we hem ongetwijfeld terugzien, want dan is hij de tegenstander in de eerste ronde van Vincent van der Voort. Ondertussen ook via Twitter komen de nodige vragen binnen. Egmond Ronald, die vraagt, zit er krijt op Hilton's palen? Ja, het is niet echt krijt, het is magnesiumpoeder. Wat Hilton gebruikt. 35. Spoeder dat ook turners bijvoorbeeld gebruiken, gewichtheffers, om hele stroeve handen te krijgen. Heel veel grip op de darts. Ja, het enige nadeel van dat poeder is wel dat het bord er ook nogal wit van wordt. In het verleden hadden we Keith Deller, voormalig wereldkampioen, die gebruikte ongelooflijk veel van dat poeder. Was het net of het bord roos had. 100. Walsh op 64. En wederom is het voor de wedstrijd. Triple 8 en tops. Ja, deze keer pakt hij hem wel. Mark Walsh gooit 64 uit. Speelt een sterke wedstrijd hoor, Mark Walsh. Let op deze man in dit toernooi ook. Hij wint met 6-3 van Mark Hilton. Proving too strong for Mile High Mark Hilton. Mark progresses to round 2, where he'll play either John Part or Wayne Jones, who meet here later this evening. Match stats look like this, 93-89 in terms of scoring average. Actually, in terms of the maximums, Mark Hilton 4-1, but the story of the doubles, as ever, decided 38% over 27 is why Mark is through to round 2.